kan. Na 20 jaar televisie maken ben ik toe aan een nieuwe uitdaging. Vacatureteksten zeggen me niets. En daarom laat ik, Filemon Wesselink, me door 15 topwerkgevers omscholen tot een nieuw beroep. En vandaag word ik technician bij Nobian. Nobian is de Europese marktleider in zoutproductie, belangrijke chemicaliën en energie voor de industrie. Ik kom erachter dat er Nederlands zout zit in meer dan de helft van de producten die we elke dag gebruiken. Hoi. Hoi. Ben je klaar vandaag voor je Nobian Challenge? Geen idee, want ik weet niet wat ik ga doen. Ja, Filemon. Jouw challenge is om de waterstofcompressor van Nobian te repareren. Oh, maar dat is een makkie. Je prestatie wordt gemeten in euro's. Oké. Elk uur dat de waterstofcompressor niet functioneert, kost het Nobian 1000 euro. Dat is dus, dat is belangrijk dat hij doet. Waterstof, samen persen, dat is een waterstofcompressor. Ja. En die is kapot. Ja. En die moet gemaakt worden. Ja. Doe jij dat zelf wel eens? Ik zelf niet. Het gaat er alleen heel veel over. Ik praat het echte werk, dat laat je een ander over. Zoals ik. Maar voordat je een kans maakt om te slagen, moet je eerst de vloer op. Kunnen we nu gaan dan? Ik vind het hier koud. Ik kom erachter dat er Nederlands zout zit in meer dan de helft van de producten die we elke dag gebruiken. En dat die productielocaties niet zomaar iets zijn. Oké, het is echt een heel groot bedrijf. Ja. Als je aan zout denkt, waar denk je dan aan? Natuurlijk keukenzout, de zee, popzouten, maar ik heb het scheikunde vroeger gehad, dus ik weet dat er meerdere soorten zouten zijn. Tijdens mijn rondleiding leer ik dat het zout dat Nobian maakt, wordt gebruikt als grondstof voor de hele chemische keten. Zonder zout geen chloor. Zonder zout zou onze hele beschaving instorten. Naast chloor is Nobian op dit moment ook een van de grootste waterstofproducenten van Nederland. We gaan hier zo linksaf de fabriek in. En al snel leer ik dat niet alle soorten zout gelijkwaardig zijn. Zeewater is ongeveer 10 keer zo slap als het zout dat we hier gebruiken. Het zout dat we hier gebruiken komt uit de grond. Deze, vaten, silo's, dan komt dat het opgeloste zout komt daarin en dan haal je het water eruit. Ja. Eigenlijk zijn het hele grote waterkokers. Na al dat praten over zout wil ik wel eens wat zout zien. Zo, waar is dan het zout? Ja, zo. Het zou hier ergens moeten zijn. Ziet er wel echt heel kick uit. Ja. Het gaat dit dag en nacht zo door? Ja, we hebben twee silo's. Ik heb altijd in één van de twee dat er zout gestort wordt. Er valt momenteel ongeveer 50 kilo per seconde op de berg. Als je skis hebt, dan kan je gewoon wintersporten. En dit is nog maar een kleine hoeveelheid van het zout dat Nobian hier verwerkt. Alleen al op locatie Delfzijl wordt ruim 2,6 miljoen ton zout geproduceerd. Per jaar, dat is een rij vrachtwagens van Delfzijl tot aan Zurich. Maar niet al het zout wordt vervoerd per vrachtwagen. Nou, dit is waarschijnlijk een boot. Hier gaat het zout dus in. Klopt, grote schepen worden hier beladen. Je ziet, er zit nu iets meer dan 2000 ton zout in het schip. Ja, maar dit is dus een boot die de zee opgaat, een schip. Ja. En om dan echt alles van Nobian Delfzijl te zien, pakken we nog even heel Hollands de fiets. Jullie vervoeren jezelf op de fiets? Vaak wel. Wat opvalt is dat er overal buizen en schachten van gebouw naar gebouw lopen. En hier gelden wel gewoon de Nederlandse verkeersregels, zeker. Ja. En na een heerlijk stukje fietsen komen we aan bij de waterstofcompressor. Eindelijk. Eindelijk. Ik heb er al zoveel over gehoord. Kijk, dat doen we met een ratelsleutel. Ja. Kruislinks altijd. Ja, een waterstof is best wel een gevaarlijk stopje. Heel onbrandbaar, toch? Ja, het is behoorlijk explosief. Nou, oké. Okay. Ik ga mijn best doen om geen explosies te veroorzaken. Die zit gewoon los. Oh ja. Ja. Dus, nou, kijk, er zit wat vervuiling op. Dus we maken hem even schoon en zetten we hem weer terug. Wat kost zo'n ding dan? 6000 euro. Zo'n dingetje? Maak je thuis ook altijd schoon? Nee. Oh, nee? Nee. Oh. En nu ziet je partner wel dat je best wel goed schoon kan maken. Ja, dus deze. Ja, moet je veel gebruiken. Nee. Nou, dat gaan we natuurlijk beslist niet uitzenden. Nou, gelukkig maak ik wel veel schoon thuis. Dus die waterstofcompressor repareren, ja, dat wordt een eitje. De control room. Hier houden we 24 uur per dag de proces in de gaten. En wat zie je hier allemaal dan? Alle procesparameters. Dus van temperaturen, drukken, stromen, noem het maar op. Dus eigenlijk wat we net in de fabriek hebben gezien, hier digitaal. En hier zitten dus ook altijd mensen? Ja. 24 uur per dag? Correct. 7 dagen in de week, ja. Wauw. Die rondleiding, dat was indrukwekkend. Maar zo makkelijk komt Nobian er niet vanaf. Ze mogen eerst even bij mij op sollicitatie komen. Ja, het leuke is, ze hebben ook nog een prijsvraag voor je verzonnen. Ja, laat je antwoord achter in de comments. En als je het goed hebt, dan kun je dit winnen. Wow. En stuur deze video door naar iedereen die zijn baan helemaal zat is.
waarom zouden mensen hier moeten solliciteren? Ja, waarom zou je niet solliciteren? Om eens even een verschil te gaan maken in de energietransitie. Het is best wel lastig om daar een goede manier voor te vinden. En ik denk dat je hier bij ons, bij Novian, enorm veel impact kan maken. Dus jij zegt eigenlijk niet, ga niet naar Greenpeace, maar ga naar een chemisch bedrijf. Nou, misschien moet je even kijken naar waar je talent ligt. Dus je hebt mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Het is gewoon een goede baan. Is hier goede koffie? Ik vind het wel. Ja. Nou, het is wel gewoon automaat koffie, toch? Ja, nu al met bonen ben ik wel heel blij mee. Met z'n allen zorgen dat het resultaat er staat en daarna vieren dat het gelukt is. Hoe vieren jullie dat? Nou, op allerlei manieren is mijn baas al weg. Nee, natuurlijk gewoon eens een drankje. Dus lekker met z'n allen op stap of zo. Ja, Filemon, dan is het nu echt tijd voor jouw Nobian Challenge. Het repareren van de waterstofcompressor. Elk uur dat deze niet werkt, kost Nobian 1000 euro. En daar word jij op afgerekend. Hou de teller onder de 500 euro en je bent geslaagd. Alles daarboven en je faalt voor de challenge. Bij Nobian staat veiligheid bovenaan, dus... Je hebt een gasmeter nodig. Ja, Raymond zei zuurstof ja, giftig gas liever niet. En dat is niet het enige. Een chemisch pak en een gasmasker. Deze moet ook op zo. Ja. Waarom had Raymond dat dan niet? Oké. Ik ga kort ermee. Ja, Raymond, dan begint jouw Nobian Challenge in 3, 2, 1, nu. Nee, ik heb deze meegekregen. Oh, dan ga je misschien even. Oh, die is niet van mij. Ja, die is wel voor jou. Oh. Veilig genoeg om zonder masker te werken nou. Nee, ik zag jou hier zonder masker lopen, dus ik dacht, hoef ik hem ook niet op. Nee, oké. Gebouw 16, gebouw 16 was het. Kijk, als je hier iets vergeet, je fiets je gelijk een ongeluk. Het alarm gaat af. Geen idee wat ik nu moet doen. Oké. Okay. Hoi. Hey, ik heb voor een steeksleutel heb ik sleuteltje de Imbus 14 nodig. Okay. Hebben jullie die? Ja, zeker hebben we die voor je. Dat is wel. Schouw, ze hadden de meest fijne plek hier tot nu toe. Het is lekker droog, warm. Het gaat los, kom op, kom op. Hop, hop. En los. En... Zo. 6.000 euro, hè? 6.000 euro! Goed, goed. Helemaal niks meer, joh. Ik zie echt helemaal niks. Zien jullie mij nog? Ik zie echt helemaal niks meer. Oh. Oh. We zitten erop. Hoe lang heeft hij over gedaan, Thomas? 25 minuten. 25 minuten. Nu hoeveel is 25 keer 17? Ongeveer net geen 500 euro heeft het gekost. Ja, er komt nog mijn loon erbij, hè? Oh. Dus ja, voor hele mooie bedrijven zoals dit doe ik het wel gratis. Ja. en deze ging ook nog af, hè? En dit was beslagen en ik had de kindersleutel meegekregen. Geen moment in paniek geraakt. Nee. Ja, ook een beetje. En door met de evaluatie. Ik hoop dat ze niet moeilijk doen over hoe vaak ik mijn helm heb laten vallen. Had je van tevoren even kunnen kijken als je de juiste gereedschap bij had? Ja, maar ik ging vanuit een heel professioneel bedrijf dit. Dat ze mij wel de goede sleutel mee zouden geven. Aan de motivatie lag het niet. Ja. Je werkte best lekker door. Af en toe mocht het iets gestructureerder. Wel magisch dat zoiets dan weer door mensen gebouwd die zijn verzonnen en dat het allemaal werkt. En ja, moeten we net opkomen. We moeten maar net op. Ja. Als je een cijfer mij zou moeten geven tussen de 0 en de 10. Vond ik je de 7. 8. 7,5. 8.
7,5. Oké, 7,5. Ja, daar ga ik hier mee. Ja? Ja. Okay. Ja, ik was totaal verdwaald hier. Ik kan me voorstellen dat mensen hier wel eens op fietsvakantie gaan op het terrein.